We zijn eigenlijk altijd al wel heel erg betrokken geweest met verschillende lokale partijen om samen te werken. Maar ook toen wij in 2012 deze supermarkt neerzetten, ook gewoon gekeken van joh, wat speelt er in de markt. Nou, dan zie je dat er steeds meer mensen zijn met voedselintoleranties, met glutenallergieën. Ja, dan is dat daarop inspelen en dan is dat daar neerzetten. Dat is hetzelfde wat we gedaan hebben toen we deze winkel in 2017 gingen updaten. Toen was vegan heel erg aan het groeien. Ja, dan zorg je gewoon dat je extra assortiment vegan hebt. Uiteindelijk pakt Albert Heijn het wel op, maar daar blijf je wel aan het pionieren en laten zien van joh, ik zie wat de markt doet, ik zie waar de markt heen beweegt en ik speel erop in op mijn klanten. Mijn vader was ook altijd wel vooruitstrevend in nieuwe dingen. Ja, als je dan hebt gezien in het familiebedrijf van je vader en moeder, dat bepaalde dingen hebben gewerkt, dus dat je heel vroeg was met iets, maar uiteindelijk dat het heel goed heeft uitgepakt. Dan weet je gewoon, als je gezond boerenverstand gebruikt, van hey, dat kan wel eens wat voor zijn voor ons bij ons in het dorp. En je bent er misschien een beetje een early adapter mee, maar als je dat dan toepast, dat het op de lange termijn heel vaak heel goed werkt. En soms gaat het niet, maar dat hoort ook bij ondernemen. Wij proberen eigenlijk zo min mogelijk samen te werken met random leveranciers. We geloven in de formule. En de formule die moet je goed en 100% uitvoeren. Dat is je basis. Neem niet weg hè, dat je zodra er extra kansen zijn van een lokale leverancier, ja, daar spelen we wel op in. Als we echt gaan kijken uit de streek, dan werken we samen met een hele grote aardappelboer. Die heeft zelf bier gebrouwen. Hij levert zelf de aardappels voor de chips van Lees. En als hobby heeft hij Utrechthorn bier ontwikkeld. Nou, dat vind ik heel leuk en dat vinden toeristen ook leuk. Bier is op het moment helemaal hot and happening, vooral de speciaal bieren. We werken bijvoorbeeld samen met een bakker, Bakkerij Voordijk. Ja, die leveren ja, de meest geweldige koekjes. Maar in combinatie ook, wij hebben gebaksmodule noemen we dat dan, waarbij je echt nog kan aangeven, ja, ik wil dat gebakje en die komt vers van de bakker vandaan. Ja, dat is kwaliteit, daar kan je me gewoon niet aan tippen. En dus, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, het moet echt iets toevoegen als je met leveranciers of lokale leveranciers wil samenwerken. Nu hebben we bijvoorbeeld wat maaltijden van een cateraar die door de coronacrisis heel slecht van zijn handel eigenlijk af kon komen. Want heel veel congressen en dergelijke werden natuurlijk allemaal geannuleerd. En zij hebben wel met hun grote keukens de mogelijkheid om heerlijke verse maaltijden te bereiden. En omdat opa en oma nu minder vaak bij hun zoon of dochters over de vloer komen om te eten, kunnen ze op deze manier toch zorgen dat opa of oma wel gezond eten en een maaltijd meenemen. En dan voegen wij dat soort dingen ook toe. Producten als blokzeilen, brok verkoop ik van bakkerij Prins uit Blokzeil. Dat is ook hier dichtbij. Echt een streekproduct. Vink fruitsappen, dat komt hier uit de polder. Dat zijn echte appels en peren en daar maak ik ze sap van. Ja, dat vind ik wel echt leuke toevoegingen op het assortiment. Verder ben ik niet heel erg van allerlei aardappels uit de omgeving. Dat maakt het vaak moeilijker om te ondernemen dan makkelijker. En het is in mijn ogen heel mooi en goed dat je het lokaal weghaalt. Maar een klant is er niet bij gebaard als een leverancier niet meer de volgende dag even snel die aardappels kan leveren. En hij vervolgens geen aardappels heeft. Dat kun je helemaal aankleden als ondernemer, maar het kost in mijn ogen te veel energie. Pak dan maar krent een beetje uit de pap hier uit de omgeving. Het kost echt ongelooflijk veel. Soms denk ik ook wel, soms misschien wel iets te veel. Maar ook dat past weer in de strategie. We staan gewoon midden in de samenleving. We zijn echt lokaal betrokken. Dus we zijn hoofdsponsor van de voetbalvereniging met de supermarkt. Andere voetbalverenigingen zijn we hoofdsponsor met het restaurant. En we sponsoren van allerlei lokale initiatiefjes, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. Met de coronatijd zijn we ook bijvoorbeeld naar het verzorgingshuis geweest. En met Koningsdag heeft iedereen daar een pompoes gegeven. En zo proberen we altijd om ons heen te kijken. Vorig jaar hebben we ook weer het monopoliespel gemaakt. Een groot lokaal monopoliespel waar ook alle verenigingen weer op terugkomen. Ja, dan zie je gewoon dat je midden in de samenleving staat en dat wordt ook wel heel erg gewaardeerd door je klanten. Er komt natuurlijk heel veel geld uit toerisme naar ons toe. En ik probeer wel zoveel mogelijk te sponsoren. Dus de voetbalclubs, de korfbal. Als er wat nodig is aan prijsjes, dan ben ik daar wel best wel gul in. Toeristen die zijn er maar één week en die zorgen wel voor veel omzet. Maar die kan ik niks teruggeven aan sponsoring of wat dan ook. En dan kan ik de lokale bevolking wel. Wat heb ik recent nog gedaan? De voorraden opgekocht van de voetbalclub met corona. Zodat zij er niet mee blijven zitten. En zo probeer ik wel zoveel mogelijk te doen. En ik sta altijd open voor initiatieven. En daar kunnen mensen mij altijd voor bereiken. Een jaar geleden zijn wij gestart met de Europa Run. Dat is een mega mooi iets waarbij er geld opgehaald wordt voor doelen voor mensen met kanker.
Naast dat je geld ophaalt, is het ook dat je of vanuit Hamburg of vanuit Parijs in een aantal dagen naar Rotterdam toe hardloopt. En dat hebben wij met medewerkers gedaan, maar ook met heel veel klanten. We hebben gemerkt dat, één, dat we dat gewoon heel gaaf vonden, maar twee, dat ook heel krimp aan de IJssel, dat we gesteund werden, ondersteund werden en ja, dat hele mooie initiatieven zeg maar bracht en gaf. Ik vind het als supermarkt heel belangrijk om in een samenleving te staan, omdat ik geloof in wat je geeft is wat je krijgt. En als die mensen het vertrouwen hebben om bij mij hun eten te kopen, dan ja, verdient het ook weer dat ik weer wat teruggeef aan hun. En zo werkt het samen, zo werken we wat met elkaar. We hebben hier in Elst een ongelooflijk mooi, goed winkelcentrum, mooie ondernemers, mooie bedrijven. Maar dat houden we alleen maar met elkaar in stand door elkaar sterk te houden. Dus dat betekent ook dat ik voor mijn kleding zoveel mogelijk hier in Elst kom en dat je op die manier met elkaar samenwerkt. We hebben bijvoorbeeld ook voor onze medewerkers een lokale kortingspas waarmee ze met korting naar de lokale kapper hier kunnen. Zo steun je hun weer met een bepaalde manier een hart onder de riem. En dan werkt het over heel veel verschillende assen. En daarnaast met scholen, zwembaden, maar ook met de gemeente zijn er gewoon hele mooie samenwerkingen ontstaan. En eigenlijk hebben wij gezegd, ja, wij geloven erin dat één, gewoon zelf in het goede doel, maar twee ook dat dit ons lokaal onderscheidt, omdat wij dit niet alleen zelf doen, maar ook met onze klanten en onze omgeving. Het team wist het niet, maar toen hadden we een groots welkom thuis feestje georganiseerd, waarbij ook de burgemeester er was met barbecue, drankjes en er waren gewoon meer dan 200 man aanwezig om het team te verwelkomen. Ja, en als ze het dan over samenhorigheid hebben, dat was echt vet. Mensen blij maken. Daar haal ik echt wel de meeste voldoening uit. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Als je de lat maar hoog genoeg legt voor jezelf en je houdt daar glimlach aan over, dan doe je het goed. Ik heb al een paar keer ambitie en drive in dit interview genoemd. En dat is een hele mooie eigenschap, maar dat kan soms ook een beetje tegen je werken. Dat je te snel wil, daardoor ook zo'n omgeving soms een beetje kan vergeten. Vooral als ik terugkijk, dan geeft het me heel veel rust en voldoening van we doen het al zoveel beter dan in het verleden. We zijn met 30 man personeel gegroeid en dat piept en kraakt in het begin. En langzamerhand wordt het allemaal beter. En als er ergens op een bepaalde manier de stroming de andere kant op gaat, ja, dan moet je zorgen dat je op die manier de golf op de juiste manier weet te pakken. Eén ding wat we met z'n allen zeker weten, is dat de wereld van morgen anders is dan de wereld van vandaag.